Provincie Utrecht streeft naar de bouw van 10.000 extra woningen per jaar in de provincie. En daarvoor werkt ze samen met gemeenten en andere partners. Zoals hier in Soest, waar bijna 200 extra woningen komen door middel van inbreiding. We kunnen niet buiten de gemeentegrenzen kunnen we bouwen, de rode contouren. Dus het moet echt allemaal binnen de gemeentegrenzen. Op dit moment zie je hier dus het gemeentehuis met tegenover een politiebureau. En tussen deze twee gebouwen zien we een plak asfalt. Hè. Zo wordt het in het volksmond genoemd. En dit wordt ook niet gebruikt. Hè. Dus we hebben ook gezegd, nou, als we het totale gebied vanaf het gemeentehuis achterkant tot aan de Beukenlaan, daar zit dan een politiebureau, daar zit een sporthal en daar zit een enorm parkeerplaats op maaiveld. Als we dat in zijn totaliteit bekijken, samen met de overkant waar we dus ook ontspanning en inspanning hebben met sporthal, zwembad, nou, dan kunnen we een totaal visie voor het gebied ontwikkelen. De provincie Utrecht heeft bijgedragen om de woningbouw op deze plek te kunnen versnellen. Een uitdaging bleek de zendmast van de politie te zijn. Nou ja, die versnelling zit er met name in het mogelijk maken om die zendmast te kunnen verplaatsen, want het gaat echt om tonnen. Maar ook, als je die disciplines niet hebt of de disciplines niet kunt inhuren die je nodig hebt om een gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, dan schiet dat ook niet op. En nu kun je prima zeggen, joh, we hebben alles wat we nodig hebben, we hebben capaciteit, we hebben middelen. Dus we kunnen nu gewoon doorpakken en daar heeft dus provincie dus een enorme rol in gespeeld. En ja, ben ik er trots op? Jazeker. En helemaal als het straks klaar is.